Hoi, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb weer eens een What's in my bag video voor jullie. Ik vind dit soort video's zelf altijd super leuk om te zien, ook van andere YouTubers. En ik heb er zelf ook eerder al wel eens eentje opgenomen. En ik heb nu sinds een maandje ongeveer een nieuwe tas. En het leek mij wel leuk om weer een What's in my bag video voor jullie op te nemen. Het kan zijn dat je op de achtergrond een kat hoort mauwen. Sorry alvast daarvoor, maar mijn kat is Krols en die mauwt echt al dagenlang. En ik weet anders ook niet wanneer ik deze video het beste kon opnemen. Dus mocht je daar last van hebben, sorry alvast daarvoor. Maar als je benieuwd bent naar wat ik zowel met me meesleep in mijn tas, zou ik zeggen, kijk zeker even gezellig met mij mee. Dit is mijn handtas. Deze komt van Primark en ik ben hier echt nog steeds heel erg blij mee. Hij heeft gewoon een groot vak. Dat zal ik jullie zo even laten zien. Je ziet hier twee ritsjes. Dit zijn fake ritsjes. Er zitten geen vakjes achter. Is gewoon dicht. Is echt puur voor de sier. Je kunt de tas zowel om je arm dragen als met een lang hengsel. Ik vind dat zelf altijd echt een must. Een tas moet bij mij echt een lang hengsel hebben. Ik vind het fijn als ik hem aan mijn arm kan dragen, maar ook aan mijn schouder en ook als crossbody bijvoorbeeld. Je kunt de tas eventueel ook aan deze hengsels aan je schouder hangen, maar ik denk dat dat echt ligt aan de persoon. Bij mij kan het net als ik geen jas draag, maar als ik een jas draag lukt het niet, dus dat is een beetje een verschilletje. Ook heeft deze tas vier nopjes aan de onderkant, dus hij wordt ook niet zo snel vies als je hem op de grond zet. Die is uiteraard van nepleer en ik ben er heel blij mee. Ik heb er ook een sleutelhanger aan hangen. Deze zat er niet aan. Deze heb ik vorig jaar een keer van mijn moeder gekregen. Die heeft hem bij de Action vandaan. En ik vond dit gewoon super leuk om aan mijn nieuwe tas te hangen. Ik dacht, vind ik wel een leuke accessoire. Achterop heeft hij geen vakjes verder. Maar ik vind het een hele fijne tas. Hij zit nu echt bomvol dus ook. De tas heeft gewoon één groot vak van binnen en een paar steekvakjes. Dus ik ga jullie nu gewoon laten zien wat er ongeveer in zit. Ik begin even bovenin en als eerste vind ik dus een opvouwbaar tasje. Deze moet ik nog even terug opvouwen. En die heb ik gewoon altijd bij me, omdat je tegenwoordig natuurlijk geen tasjes meer krijgt in winkels. Of nou ja, die moet je kopen en dat vind ik altijd zonde. Dus altijd heb ik een opvouwbaar tasje bij me. Dan zit mijn portemonnee er altijd in. Deze portemonnee is bijpassend bij de tas. Vind ik ook wel leuk, zo met die ritsjes en die ketting. Het is gewoon zo'n standaard portemonnee met twee vakken en hier een vakje voor kleingeld. En je hebt een aantal steekvakjes voor pasjes. Ik heb de belangrijkste pasjes hierin gedaan, want niet alles past erin. Ik heb bijvoorbeeld mijn rijbewijs, ID-kaart, mijn zorgpas en mijn patiëntenpas van het ziekenhuis erin zitten. En aan de andere kant heb ik dan de klantenkaarten erin gedaan die ik het meeste gebruik. Ja, dus aanhalingstekens. Ik zie hier een IKEA klantenkaart. Niet dat ik die heel vaak gebruik of zo. Niet dat ik heel vaak bij IKEA kom, maar ik vind het fijn om die in mijn portemonnee te hebben. En dan zit er ook nog een pasje in van het dorp waar ik oorspronkelijk vandaan kom. Die hebben een eigen pas en dan krijg je bij heel veel winkels krijg je zeg maar ook punten. De kruidvatpas zit erin, namelijk de pinpas. En de Albert Heijn kaart zit erin. Niet dat ik heel veel bij Albert Heijn kom, maar dat is ook zoiets. Ik vind dat fijn om bij me te hebben. Dan zie ik hier verder nog een kaartje van de bus. Gisteren heb ik met de bus gereisd. Een aantal losse bonnetjes. Even kijken. Zegeltjes, die zitten nu aan die plek geplakt waar een stickertje zat die ik eruit gehaald heb. En even kijken, hebben we verder nog iets interessants wat erin zit? Oh ja, mijn Starbucks kaart waar ik zowel ook gewoon één stempeltje in heb zitten. Maar dit is gewoon eigenlijk alles wat ik in mijn portemonnee heb. De portemonnee is ook wel iets kleiner als de vorige die ik had. Maar op zich ook wel fijn, dan kun je er ook minder in stoppen. En ook deze heeft zeker een opruimbeurtje nodig. Dan zit mijn zonnebril erin. Ik heb een Ray-Ban zonnebril. En ik weet niet precies meer welk model dit is. Hij ziet er zo uit. Ik zal hem eens even opzetten. Dan kunnen jullie even zien hoe die staat. Ik ben er zelf nog altijd heel blij mee. Super fijne zonnebril. Ik heb de tas verder niet opgeruimd voordat ik deze video ging doen. Maar die zat er dus nog in van gisteren.
Dus mijn zonnebril. Dan mijn agenda. En dit is een agenda van de Action. Een hele leuke roze. Een hele basic agenda hoor. Verder heel fijn. Met hier een heel leuk spiegeltje boven. Voorin vind ik zelf heel fijn. En ja, je hebt de dagen, heb je dus zo. Je hebt gewoon echt twee bladzijden voor een week. En dit vind ik zelf ideaal. Ik ben zelf nog wel heel erg gehecht aan papieren agenda's. Je kunt ze natuurlijk ook prima op je telefoon bijhouden. Maar als ik het opschrijf, vind ik het toch een soort van beter voor mezelf. Dus mijn agenda. Dan heb ik er een deodorant in zitten. Dit is de Dove Beauty Finish. Dit is trouwens een roller. Ik weet niet of deze nog goed is, want daar zit er best wel lang in. Ik hou op zich wel meer van spuitdeo's, omdat ik dat gewoon iets makkelijker aan vind brengen. Maar op dit moment zit deze erin. Dan heb ik nog zo'n opvouwbaar tasje. Deze is wel opgevouwen. Ja, precies hetzelfde als wat ik net zei. En ik vind het wel handig om meerdere banen te hebben. Dan heb ik hier een zakje en hier zit mijn Tangle Teaser in, als die eruit kan. Ik vind het altijd fijn om mijn producten wel beschermend mee te vervoeren. En dit is dus een compact styler van Tangle Teaser met zo'n handig klepje erop. Ik vind het fijn om altijd een borstel bij me te hebben. Ik heb lang haar en het is gewoon nog wel eens zo dat mijn haar in de klit raakt overdag als ik het losdraag. En dan vind ik het toch fijn om het eventjes uit te kunnen kammen als dat nodig is. Dus die heb ik ook altijd bij me. Dan heb ik hier mijn sleutelbos met echt heel veel dingen eraan. Er zit een haar in, bam. En eigenlijk niet zo heel veel sleutels, maar ja... Heel handig natuurlijk, anders kan je je huis niet meer in. Dan heb ik hier dit doosje. Hier zitten mijn oortjes in. En ook een audiosplitter. Dit zijn gewoon oortjes voor mijn telefoon, maar ook voor mijn iPod. En dit is dus een audiosplitter. Hier kun je dus met twee personen naar één muziekding luisteren. Of naar één iPod, één apparaat moet ik zeggen. Ik vind het altijd wel fijn om mijn oortjes bij me te hebben. Ja, ook eventueel met handsfree bellen doe ik dat niet zo heel vaak. Omdat ik eigenlijk als ik op stap ben nooit bel. Maar ik heb ze er gewoon wel altijd in zitten. Wat dat handig vindt. En het past precies in dit doosje, dus ideaal. Dan ook mijn iPod zit erin. Deze zit er nog in van gisteren. Deze zit er niet altijd in. Maar ik gebruik hem thuis ook heel veel. Maar meestal als ik echt weg ga, vind ik het fijn om deze ook mee te nemen. En ik heb nog gewoon een iPod 4. Dan zal ik ook gelijk even... De telefoon zit er nu niet in, maar die heb ik normaal dus ook altijd bij me als ik wegga. Mijn iPhone 7 Plus kan niet zonder mijn telefoon. Dus die zit er ook eigenlijk altijd wel in. Dan heb ik hier een kledingroller. Dit is zo'n compacte roller. En hiermee kun je dus gewoon eventjes je kleding schoonvegen. Met drie katten heb je gewoon heel snel haren op je kleding. En het is soms een beetje lullig als je ergens aankomt en je zit er helemaal onder. Dus dan kan ik het nog even afrollen. Dan een mapje met mijn OV-chipkaarten in. Verder niet heel veel uitleg nodig. Het zijn ideale hoesjes. Deze koop je bij de HEMA. Ik ben er altijd wel heel erg blij mee. Dan heb ik nog een etuietje en hier zitten mijn overige klantenkaarten in. Elke klantenkaart die ik heb, ik gebruik er heel veel, gebruik ik niet zo vaak, maar dan heb ik ze toch in ieder geval bij me mocht het nodig zijn. Dit pikt. Het ruikt wel gewoon fris. Een pakje met zakdoekjes, altijd handig als je verkouden bent of zo. Dan heb ik dit etuietje en hier zitten wat dingetjes in. Een soort emergency etuietje is dit. Even kijken wat hierin zit. Ik zal het er even uithalen, dat is wel zo handig. Allereerst zitten hier twee Bye Bye Eye Makeup doekjes in van de HEMA. Mocht je je make-up onverwachts willen verwijderen of het is uitgelopen, kun je dat dus gewoon even hiermee verwijderen of gewoon even bijwerken. Ik heb er twee verfrissingsdoekjes in zitten van het kruidvat. Altijd fijn mocht je eventjes
ja, je handen willen verfrissen, is dat gewoon ideaal. Je kunt het natuurlijk ook voor meerdere dingen gebruiken. Ja, weet ik veel, misschien wil je ergens een tafeltje afnemen als je gaat eten. En het ziet er gewoon niet fris uit. Altijd handig. Dan heb ik hier ook een aantal pleisters erin zitten. Je weet nooit wanneer het van de pas komt. Ik heb er ook wattenstaafjes in zitten. En dit zijn die per stuk verpakte die je bij de Action kunt kopen. Gewoon altijd handig. En als laatste een aspirintje. Je weet nooit wanneer dat van pas komt. Deze moet ik trouwens wel weer even bijvullen, want ik heb er nog maar één bij me. En dat is best wel weinig. Dan heb ik er nog een etuietje in zitten. En dit is gewoon een etuietje met de producten voor het maandelijkse feestje. Die elke vrouw wel kent. Ja, moet je toch bij je hebben. Je weet nooit. Dan heb ik deze body mist erin zitten van So. Dit is dus zo'n body mist met watermeloengeur. Gewoon lekker om even bij te sprayen als dat nodig is. Dan heb ik een etuietje en hier zitten, even kijken hoor, mijn mobiele oplader in. Ik heb een versie van de Duracell en dit is een 3 uur versie. Ik heb deze echt al jaren, dit was echt in de beginperiode dat je mobiele opladers kon kopen. Toen had Action en zo ze ook nog niet, dus toen heb ik deze van Duracell gekocht. Daarbij zit dan een oplaadsnoertje voor mijn... Oh, het lijkt naar kauwgom. Lijkt het wel. Ja, geen idee. Voor mijn iPod, maar ook voor mijn telefoon. En ook nog een oplaadsnoertje. En dit stukje zit erbij, want die is voor een Android-telefoon. Die hebben vaak een andere aansluiting. En die zit er dus standaard bij. Dan heb ik de bakje erin zitten. En dit is voor mijn lenzen. Hier zit een lenzendoosje in en twee... dingetjes gevuld met vloeistof. Ik heb dus gewoon normaal lenzen in. En mocht het zijn dat dat op een gegeven moment niet meer werkt, dan kan ik ze gewoon uitdoen. Dan heb ik ook bijpassende vloeistof bij me. Nu heb ik een pen van Paul Frank. Gewoon handig om in mijn agenda mee te schrijven. Oh, deze werkt denk ik. Dan heb ik een doosje met smintjes. Lekker voor de vis adem. Een potje met kauwgom, ook gewoon handig om bij te hebben, vind ik wel lekker af en toe een beetje afwisselend. Dan heb ik er op dit moment twee etuietjes in zitten, dit is het eerste etuietje. Hierin zit een volume powder, gewoon handig mocht je haar even niet meer zitten. Haarspray van ProSet. Blotting papers van oil control papers van Catrice. Het zijn gewoon van die papiertjes om je T-zone mee te deppen, mocht die vet worden. Een spiegeltje. Op dit moment gebruik ik deze spiegel. En dit is een dupe van de Model Mirror. En deze is gewoon van de Action met hele handige lichtjes. Heel blij mee. Een mondspray zit erin. Een desinfectie. Ik kan niet zonder desinfectie. Ik hou hiervan. Dit moet ik echt altijd bij me hebben. Een mini handcreme van de Lidl. Oh, de lipstift die ik gisteren op had zit er nog in. Dit is een lipstift van Rimmel van de Kate Moss collectie. Dit is nummer 5. Volgens mij heeft hij geen naam. Nee, een nummer, maar dit is wel echt een hele mooie kleur. Die kan er dus uit, want die had ik gisteren op. Een rectable kwast die je gewoon in kunt schuiven, vind ik ideaal.
lippenbalsem. Dit is een Coconut Care lippenbalsem van de Action. En deze is echt heel erg lekker. Er zit een zonnebrandcreme in. Ik heb laat het eigenlijk standaard erin zitten. We gaan nu natuurlijk wel richting de winter, maar ik vind dat gewoon handiger. En als laatste zit er ook nog een BB cream in. En deze is van de Action. En deze is in de kleur Light. Dan heb ik ook standaard mijn make-up tasje bij me hier. Ik heb altijd make-up bij me. Gewoon zo'n handige met zo'n spiegeltje. Even laten zien wat hierin zit. Ik heb hier een lippenstift in zitten van Essence. Deze is in de kleur 20 Get The Look. Mooi roze kleurtje is dit. Een wenkbrauwpotlood in de kleur 04 Blond van Essence. Een glossy lipbalm in Cherry Brownie. Een haarklipje met een stiekje en een bobbypin eraan. Gewoon handig als ik mijn haar even wilt opsteken of zo. Mijn mini tweezerman. Ook altijd heel erg handig. Mini nagelveldje zit erin. Ook een lippotlood. Deze is in de kleur 12 Wish Me Rose. Een contourstick van Max & More van de Action is deze. Een oogpotloodje van Essence in de kleur Black Fever. Een 3D oogschaduw. Dit is de 01 Irresistible Foxtrot. Een liquid ink eyeliner waterproof van Essence. Een All Eyes On Me mascara van Essence. Een Silky Touch blush in de kleur Teen Adorable. De Siri die springt aan. Heel irritant. Dat gaat heel gemakkelijk bij een iPhone 7. Maar goed, ik heb er ook een poeder in zitten. En deze is ook van de Action. Dit is de kleur Fair. En ik heb er ook een concealer in zitten. Deze is van Essence. En deze is in de kleur Soft Sand 02. En dan heb ik er ook altijd mijn verstuiver in zitten met een geurtje. Dit is gewoon zo'n handig dingetje waar je parfum in kunt doen. En daar kun je dus even bij sprayen als dat nodig is. Dan is het grote vak van de tas leeg. Dus ik ga nog even laten zien wat er in het zijvakje zit. Oh, er zit maar één dingetje in en dat is dit dingetje met een tassenhanger. Hier kun je dus je tas mee aan de tafel bevestigen. Dus die kun je zo zeg maar op tafel leggen en dan kun je je tas eraan hangen. Dan hoeft die niet op de grond te staan. Dat is natuurlijk niet overal even hygiënisch. Dus die zit nog in het laatste vakje. Dan is mijn tas ook helemaal leeg. Ik ben niet helemaal tevreden over de indeling. Ja, de tas heeft zoals je kunt zien gewoon één groot vak. Dus niet meerdere compartimenten. En ik wissel dat dan heel vaak af met mijn organizer. Dan vind ik dat op dat moment weer handiger. Want dan kan ik gewoon alles in mijn vakje steken. Dat scheelt me dan weer wat ruimte. Dan hoef ik bijvoorbeeld maar één toilettasje mee te nemen in plaats van twee. En ja, dat scheelt gewoon heel veel. Dit zijn eigenlijk de standaard dingen die in mijn tas zitten. Als ik wegga, dan kan het ook nog wel eens zijn dat ik iets te eten erin heb zitten. En mijn dopper met water. Maar over het algemeen zijn dit gewoon de basics die standaard in mijn tas zitten. Dan was dit dus alles wat er in mijn tas zat. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat jullie zoal in jullie tassen meeslepen. Zijn jullie ook iemand die bijvoorbeeld best wel veel make-up meenemen of doe je dat totaal niet? Ben ik wel benieuwd naar. Mocht je het willen delen, zet het zeker in de comments. Voor nu wil ik je dus heel erg bedanken voor het kijken. Als je deze video leuk vond, doe je duimpje omhoog. Ben je nieuw op mijn kanaal en wil je op de hoogte blijven van mijn nieuwste video's, kun je natuurlijk even gratis abonneren. En ja, dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken en zie ik je weer bij de volgende video. Doeg!